We staan hier op een prachtig paadje in de Groene Ster. Een heel erg bijzonder paadje, een heel oud paadje. En we staan te kijken naar dierentuin Aquazoo, prachtige dierentuin. Maar in de combinatie van die twee dingen gaat iets mis, meneer Schaafsma. Ja, het is voor Aquazoo waarschijnlijk een hele leuke combinatie om dit pad ermee aan te sluiten. Maar daar ben ik het totaal niet mee eens. Dit pad is van iedereen. Er zijn enorm veel mensen die ervan genieten. Er komen ook mensen voorbij hier ook. En het wordt straks steeds mooier. En om dat nou kwijt te raken aan Aquazoo voor een paar centen, dat vind ik eigenlijk een beetje van de gekken. En wie daar uiteindelijk het laatste woord over heeft, dat weet ik niet. Maar ik raad degene aan die het betrekt dan hier te komen kijken of de zaak hier erbij ligt. Wat is nou het bijzondere van dit paadje? Nou, het paadje in eerste instantie, het loopt dus beide zijden uit het water. Je hebt die prachtige doorkijkjes. Er zitten enorm veel vogels als je er ook voor hebt. Zowel watervogels als in de boom. Verderop zit hier een boom, daar zitten geregeld uilen in. Om een voorbeeldje te noemen. Dus als je van de natuur houdt, en dan is dit absoluut het mooiste paadje van de hele Groene Ster. Zullen we eens gaan kijken hoe mooi het paadje is? Ga maar even kijken, dan zal u mij wel gelijk geven, denk ik. De Groene Ster is heel groot, er is ook een Leeuwardenbos aangeplant. Ja. Dus de politiek zou kunnen zeggen, nou ja, we hebben ook heel nieuwe dingen aangelegd. Zo'n paadje, ach. Ja, zo'n paadje, ja, maar kijk, het Leeuwardenbos is leuk, maar daar kom ik, ik kom hier. En die Groene Ster die is voor iedereen aangelegd destijds. Dat doen we goede dingen, dat geef ik absoluut toe. Maar wat ze nu gaan doen, dat lijkt nergens op, naar mijn opinie. Ik ben helaas niet meer tegengekomen, die komen vaker tegen. Ik kom vaak dezelfde mensen tegen, uiteraard. Vaak ook gepensioneerden. En iedereen die. Nou ja, dat variëert. Ik heb er een meisje bij, die komt uit Vrijwouden gelopen. En die heeft het vrij druk. En hij is even relaxed en het is even mooi weer, dan loopt hij naartoe. En die vertelde ik het ook. Nou, dat kind stond haast te huilen. Als dit verdwijnt, is het eeuwig zonde. En dat moet eigenlijk niet.